vrijdag 21 januari werd ik gebeld. Brand in het transformatorhuis, locatie de Lichtenberg. Onderweg naar het ziekenhuis zag ik al dat het ernstig was. Ambulances, brandweerwagens, politie in de buurt van het ziekenhuis en onderweg wegen afgezet. Ik dacht, dit is niet goed. In de loop van de middag waren we de brandmeester en konden we de schade op gaan maken. En geleidelijk aan gingen we naar de zaterdag, waarin de zaterdag daarna eigenlijk in het teken stond van de reparatie en het opnieuw opstarten en zorgen dat we weer gewoon stroom zouden gaan krijgen. Helaas is daar zaterdagmiddag iets niet goed in gegaan. Er was opnieuw een kortsluiting en op dat moment bleek dat wij moesten besluiten om de locatie de Lichtenberg met toen nog 172 patiënten opgenomen te evacueren. Al onze patiënten die op dat moment opgenomen waren, vonden we moesten een veilig onderkomen geven. Gelukkig bleek het mogelijk te zijn om een aantal patiënten naar huis te laten gaan. En de andere patiënten, zo'n 140 ongeveer, hebben we verplaatst naar een van onze andere locaties. Of naar een van de omliggende ziekenhuizen. En dat is zaterdagavond en zaterdagnacht uitgevoerd. De evacuatie is wat mij betreft perfect verlopen. Alle kanten lof. De rust die van de verpleging uitging, de rust ook van de BHV-groep, perfect. Het was voor mij een verzetje. Ik vond het prettig dat ik wel eventjes een weekje naar een ander ziekenhuis kon. Zondag was de dag om de schade op te maken. Was het ook heel bijzonder om hier in locatie de Lichtenberg te zijn, met lege gangen, met veel rommel. De noodstroomgenerator waar we op dat moment mee verbonden waren, die haperde op maandagochtend vroeg. Die gaf niet meer volledig stroom. En je zag ook direct dat er stroomonderdelen in huis wegvielen, dat lichten uitgingen. En dat is maandag in de loop van de dag wel verholpen. Maar op dat moment bleek ook voor mij hoe ongelooflijk kwetsbaar wij waren. Dinsdag was de dag waarop de laatste gebeurtenissen zich voordeden. De hele ICT-voorziening viel op dat moment nog weg. Gelukkig is ook dat in de loop van de dinsdag hersteld. En woensdag zijn we begonnen met het opbouwplan. Met een plan, hoe gaan we onze patiënten die in omliggende ziekenhuizen in andere locaties liggen weer terug laten keren in onze locatie de Lichtenberg. We zijn de afgelopen week druk geweest als BHV'ers om het ziekenhuis te ontruimen en alles wat daarbij kwam kijken. We werden vanaf het begin af aan heel erg goed gestuurd door de ploegleiders van de BHV en de organisatie was absoluut heel erg goed. Hoe ik het heb ervaren is dat de patiënten allemaal heel goed geïnformeerd werden en heel rustig bleven. Volgens mij hebben zij het als een hele goede evacuatie ervaren. Over het algemeen hebben de patiënten heel veel begrip getoond. Vandaag zijn we bezig met re-evacuatie. Met de groep BHV'ers en ambulancepersoneel zijn we bezig om de patiënten terug te re-evacueren naar het Lichtenberg. Vandaag ben ik weer terug verhuisd. Alles was gisteravond al ingepakt door de verpleging. Gewoon allemaal netjes verlopen allemaal. En vanmorgen hebben we gewoon zitten wachten totdat er een verpleegkundige kwam om ons weer op te halen. En naar de nieuwe locatie weer te brengen. Tenminste voor mij de oude locatie dan.
Hey! Hey. Nou, een feest en herkenning. Hoe is het? Alles goed? Goed, ja, met u ook goed? Ja, perfect. Goed zo, welkom weer terug. Vindt u het fijn dat ik weer terug ben op de Lichtenberg? Hoe de mensen je ontvangen is natuurlijk hartverwarmend. De laatste is binnen, de laatste is uit Elisabeth vertrokken en nou, volgens mij inmiddels ook bij ons de grens van de SEH over. Veel patiënten liggen in bed, ik heb ze gezien, het is heerlijk om ze weer terug te zien hier in de Lichtenberg. Oh, wat ben ik blij dat ik jou weer zie. Wij zijn gewoon weer beter. Wij hebben Lichtenberg weer volledig in gebruik genomen. Onze missie is goed verlopen. Ik ben heel tevreden over hoe het allemaal liep en waar we nu staan.